Mijn naam is Tom van de Wetering. Ik heb een achtergrond in nieuwe media en digitale cultuur. En vanuit die achtergrond ben ik ook betrokken geraakt bij Media Lab Setup. Het doel van Setup is om de menselijke vrijheden zoals we ze eigenlijk gewend zijn, om die ook te behouden in het digitale tijdperk. En om te onderzoeken of dat inderdaad nog steeds het geval is met al die nieuwe technologische innovaties. Die aan de ene kant juist allerlei nieuwe kansen opleveren en die proberen we dan ook wel te onderzoeken. We proberen daar ook de creatieve mogelijkheden van te onderzoeken. Tegelijkertijd proberen we ook te kijken van welke vrijheden gaan daar juist in verloren. Is privacy bijvoorbeeld iets dat we nog in stand kunnen houden in de 21ste eeuw? En wat zouden dan manieren zijn om dat voor elkaar te krijgen? En hoe kunnen we dat ook vooral met elkaar doen? En dat doen we door daar ook weer wetenschappers te koppelen aan bijvoorbeeld mensen bij gemeenten en andere overheden. Door daar ook kunstenaars bij te zetten die daar vaak ook een hele goede visie op hebben. En door ze vooral te laten samenwerken om eigenlijk nieuwe visies op een menswaardige samenleving in de 21ste eeuw uiteen te zetten. Nou, wat mijn wens voor de wetenschap zou zijn als het gaat om de keuzevrijheid die mensen ook de komende jaren nog willen behouden, dan zou het gaan om het zo duidelijk mogelijk en zo expliciet mogelijk maken van hoe die keuzevrijheid dan mogelijk ook ingeperkt kan worden door overheden, bedrijven of misschien zelfs door toedoen ook van wetenschappelijk onderzoek. Dus er is al heel veel onderzoek gedaan naar de manieren waarop mensen keuzes kunnen maken. En door manieren waarop ook bedrijven en overheden daar ook invloed op uitoefenen. Maar ik denk dat het een hele belangrijke taak voor de wetenschap is om dat nog explicieter te laten zien van hoe dat dan werkt en op welke schaal dat dan gebeurt. Ik ben Tom van de Wetering. Ik zie je op 18 juni.